print the boodschap print today. Plan van aanpak COVID-19 werpt vruchten af. Volgens vicepresident Ashwin Adin werpt het plan van aanpak dat de regering in januari heeft samengesteld nadat de uitbraak van het COVID-19 coronavirus bekend was, zijn vruchten af. Op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team gaf de vicepresident op maandag 16 maart aan dat de regering de afgelopen dagen weliswaar intensief in beeld is geweest, maar dat zij vanaf januari 2020, toen slechts het ministerie van Volksgezondheid in de lead was, met het plan van aanpak bezig is. We hebben de vruchten daarvan mogen plukken, aldus de vicepresident. De voorbereidingen die vanaf januari al in plaats waren met Volksgezondheid, met de WHO, hebben gemaakt dat we de zaak redelijk onder controle hebben kunnen krijgen. We mogen blij zijn dat we op dit moment maar één case hebben, ging de vicepresident verder. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.